Oké, zijn we weer. Ik heb twee boards nu eigenlijk getest. En ja, dit zijn de Kinetic boards van Dominic Hernler. En ja, ik dacht misschien wel leuk om gewoon allebei deze boards tegelijk een beetje in een videootje te proppen. Aangezien ze natuurlijk een beetje vanuit dezelfde rijder komen, maar toch wel een beetje voor verschillende doeleinden bedoeld zijn. Ja, leek me leuk om samen in één video te gooien. Hier begon ik mee. Ik was een beetje sceptisch over dit board. Ik heb hem twee jaar geleden, denk ik, heb ik hem geprobeerd. Vond ik hem erg smal aanvoelen. Het kwam er net niet helemaal lekker uit. Ik heb hem deze keer net even een maatje groter gepakt, de 150. En eigenlijk was ik echt zwaar positief verrast door dit board. Ik heb gewoon heel veel lol erop gehad. In mijn hoofd was het een heel erg agressief, pittig board. In werkelijkheid kan hij dat, maar voelt hij nog steeds speels aan. Hij houdt jou niet tegen om nog steeds speels te wakeboarden. En ja, zoals je al wel eerder gemerkt zult hebben aan de video's, is dat iets wat ik gewoon hartstikke leuk vind. Meer flex in de tip en in de tail. En er zitten een soort staafjes in. Zodat als jij op een obstakel een transfer wil doen en je gaat kracht op de tail zetten om te ollieën, zorg ervoor dat die staafjes gewoon iets meer pop geven. Springt wat hoger vanaf obstakels. Heeft sowieso wat meer pop eigenlijk als het ware. En voelt gewoon heel erg, eigenlijk gewoon ontzettend snel aan op het water en op de obstakels. Mega stabiel viel me op. Aan de onderkant een channeltje die eigenlijk van hier tot aan hier loopt. Je voelt de channel niet heel erg doordat hij mooi is afgerond, maar hij geeft gewoon wel een hoop stabiliteit. Prima grindbase. Toch een iets smaller bord, zodat hij wel lekker snel van kanten wisselt, maar niet zo smal dat hij een beetje gaat lopen happen en een beetje te smal gaat aanvoelen. We hebben eigenlijk zijn broertje nog. En dit is dan eigenlijk weer degene met het flex in het midden. Deze wordt meer gebruikt voor het boosten van obstakels of airtricks doen. Dit noemen ze de flexbox, dit noemen ze de springbox. Vanaf onder precies hetzelfde, ander kleurtje, maar verder qua channel, qua grindbase precies hetzelfde. Alleen hier zie je dus dat hij hier vlak is en dat hij hier als het ware die ribbels heeft. Ja, geeft net wat meer stabiliteit met airtricks, net wat meer kracht met airtricks. Ik heb ook in de 150 gereden en het voelde qua breedte natuurlijk precies hetzelfde, lengte precies hetzelfde. Kleine nuances in het board, maar het zorgt er wel voor dat die gewoon net een beetje anders is dan de ander. Mocht je het nou willen zien, kom even langs in de winkel, dan vertellen we er graag meer over. En anders kijk even op doubtown.nl. Dit zijn de Ronix wakeboards.